In deze film zetten we een foto om naar een karikatuur. Ik kreeg een mailtje van Roos en Roos schreef het volgende: Eerst en vooral, je hebt een fantastische website en met duidelijke uitleg. Nou, bedankt voor het compliment, hoor ik altijd graag. Maar Roos had ook nog een vraag. Ze zou graag karikaturen van hoofden maken in Photoshop. Kan ik dat? Nou, dat kan ik wel. En laat ik daar eens een filmpje over maken. Dan kun je het de volgende keer zelf doen, Roos. Om dat te doen beginnen we natuurlijk met een foto. En ik kies een foto uit waarbij het uh, niet al te moeilijk is om hem uit te snijden. En waarbij het natuurlijk ook gewoon een beetje een leuke foto is. Je kunt dit in feite met alle foto's doen. Een foto van je hond of weet ik veel. Uh, ja, je eigen creativiteit is het einde. Ik maak dus eerst een selectie van deze persoon en dat doe ik vrij eenvoudig. Gewoon via bijvoorbeeld hier de snelle selectietool of het toverstafje klik ik bovenin op onderwerp selecteren. Photoshop gaat zelf aan het rekenen en komt met een voorstel. Is deze selectie perfect? Nee, nog niet. Dus dat moeten we eerst gewoon wat gaan verfijnen. Ik zoom even in op bijvoorbeeld hier de ketting en je ziet er zijn stukken wel geselecteerd en niet geselecteerd en dat is niet allemaal goed. Dus met in dit geval de snelle selectie en ik zorg dat ik hier boven het plusje heb aangevinkt, ga ik nog wat dingen erbij selecteren. Waarschijnlijk zal die ook soms te ver gaan. Inderdaad, ook de binnenkant van deze haak pakt die mee. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Ga ik natuurlijk ook weer gewoon uitzetten. Als je de Alt ingedrukt houdt, dan zie je dat je plusje wordt een minnetje. En als je dan een stukje selectie maakt, haalt hij het eraf. Nou is het hierboven natuurlijk niet helemaal geweldig. Photoshop ziet gewoon te weinig contrast. Dus eventueel met de Lasso-tool, die vind je hierboven, of met de sneltoets L, kun je wederom met de Shift ingedrukt dingen bijvoegen of met de Alt ingedrukt dingen eraf halen. En op deze manier ga ik gewoon even heel de foto door. Dat kan even wat tijd vergen. Ik heb het een klein beetje versneld in dit filmpje. Want het is niet al te interessant om te zien hoe ik dit doe. En zo heb ik volgens mij wel een aardige selectie. Ik ga deze selectie naar een nieuwe laag brengen door in één keer alles te kopiëren met de sneltoets Ctrl J. En je ziet hier in mijn lagenpaneel: ik krijg er een laag bij. Daaronder wil ik een verloop hebben. En dat verloop ga ik maken met een aanpassingslaag hier bij het zwart-witte bolletje. En je kiest bovenin verloop. Ik wil een Verloop in de stijl radiaal. En als verloop wil ik een verloop van ene kleur naar andere kleur. En in dit geval wil ik wit naar blauw. Dus ik kies hier het onderste pijltje aan, zeg maar. En ik kies daar een kleur uit. Maak ik wit van. En aan de andere kant wil ik dus blauw. Dit is op zich wel een aardig verloop. Ik wil alleen de witte cirkel in het midden wat groter, dus ik wil het verloop verder naar buiten hebben. Dat doe je heel eenvoudig door hier het middelste ruitje gewoon wat naar rechts te trekken. Ik klik hier op OKé, OK, ik klik daar op OKé OK en ik sleep mijn verloop onder de foto. Nou, heb ik dus voorlopig dit op zich wel vrij aardig. Om een karikatuur te maken moet je eigenlijk overdrijven. Nou is deze foto al redelijk overdreven. Eh, niemand is gemiddeld genomen zo gespierd. Dus deze man heeft daar al jaren voor getraind waarschijnlijk. Maar dat kunnen we nog een beetje benadrukken. En ook heeft hij een expressieve kop. En dat gaan we ook een beetje benadrukken. Om te beginnen ga ik zijn hoofd eens kopiëren. Naar een nieuwe laag. Nu moet ik een nieuwe selectie maken van zijn hoofd in dit geval. En nu hebben we zijn hele lichaam al gekopieerd. Dus daar gaan we deels gebruik van maken. Hou de Ctrl ingedrukt en druk gewoon op het plaatje van de laag. En je ziet er wordt een nieuwe selectie gemaakt. Met inderdaad de bovenkant van zijn hoofd. Inmiddels de Lasso Tool, daar zit ik nog in, en de Alt ingedrukt te houden. Haal ik eigenlijk alles weg wat niet op zijn hoofd lijkt. Het is misschien een beetje lastig hieronder bij de kin, omdat die een beetje wegvalt in zijn hals. Maar heb je te veel weggehaald, hou dan de Shift ingedrukt en selecteer het erbij. Ik hou het hier even op. Nee, ik verbeter dit nog een klein stukje. Deze selectie van dit hoofd ga ik naar een nieuwe laag brengen. Dus zorg dat de laag met de inhoud van je persoon in dit geval is geselecteerd en druk op Ctrl J. En je ziet, ik krijg er een nieuwe laag bij van alleen het hoofd. Met deze twee lagen ga ik wat dingen doen en voordat ik dat ga doen ga ik ze eigenlijk eerst omzetten in een slim object. En met een slim object betekent dat alles wat ik eraan ga doen dat ik dat later nog een keer kan veranderen. Zeg maar. Dus je klikt er met rechts op en dan kies je daaruit omzetten in een slim object en dat doe je ook voor de laag eronder. Ga ik even terug naar het hoofd. Allereerst wil ik het hoofd gewoon wat groter maken. Dus op de laag van het hoofd gaan staan en hier het verplaatsgereedschap selecteren. Er komt dan om de inhoud van je laag een kader heen met daar in het midden een centerpunt. Nou, dit centerpunt ga ik wat lager plaatsen door het gewoon op te pakken en wat omlaag te zetten. En vervolgens ga ik mijn hoeken uittrekken. Als je nou je hoek uittrekt, dan gaat die uit van dat centerpunt. Hou je de alt ingedrukt, dan pakt die dat ook als middelpunt. En druk je de shift erbij in, dan blijven de verhoudingen ook nog intact. Dus ik maak het hoofd eigenlijk gewoon overdreven groter. Als ik even terugga naar het origineel, dan zie je goed het verschil. Dat is stap 1. Vervolgens wil ik in dit gezicht een aantal dingen gaan overdrijven. Ik ga dat doen middels het filter uitvloeien. En het uitvloeifilter, dat vind je hier bij filter en uitvloeien of shift ctrl en x. Ik zoom een klein beetje in op zijn hoofd. Allereerst wil ik zijn ogen wat groter maken en dat doe je hier aan de linkerkant, daar heb je de optie zwellen staan. Als je daarop klikt krijg je een soort kwast, je kunt de grootte aanpassen of de snelheid. Maar als je dan op een oog gaat staan en je houdt de muisknop ingedrukt, dan zie je dat dat oog opzwelt, net zolang totdat je hem loslaat. Druk op Ctrl-Z om dat ongedaan te maken en gaat het te snel voor je, dan kun je daar de snelheid verlagen. En dan kun je gewoon de muisknop wat preciezer ingedrukt houden. Dus ik maak zijn ogen wat groter. En hier heb je de optie vooruit verdraaien. Ook daar kun je een kwast indrukken. En dan kun je eigenlijk gewoon dingen uittrekken en eh, terugduwen. Dus als ik hier op de rand ga staan en ik houd de muisknop ingedrukt, dan kan ik dat een klein beetje naar buiten trekken. En ga je er buiten staan, kun je dat weer naar binnen drukken. En op die manier overdrijf ik dus een aantal eigenschappen van zijn hoofd. Ben ik daar tevreden mee, druk je hieronder op OK en het wordt toegepast. Omdat het een slim filter is, verschijnt het hieronder bij als een los filter. Dus als ik het even uitzet of weer aanzet, dan zie je wat goed het verschil is. Ben je nou niet helemaal happy? Dubbelklik op uitvloeien. Je komt terug in het filter en je kunt het weer aanpassen. Eventueel als je dingen ongedaan wil maken, dan heb je hier het tweede icoontje. Reconstrueren. Krijg je wederom een kwast en ga je dan over de dingen heen waar je dingen aan had gepast. Dan kun je het allemaal weer terugdraaien. Nou, ik vond het wel grappig, dus ik klik in dit geval niet op oké, okay, maar op annuleren en dit blijft staan. Dit ga ik ook doen voor de lageronder, wat zijn lichaam is. Dus shift, ctrl en X voor het uitvloeifilter. Het is het originele hoofd nog wat erop zit. En ik ga gewoon zijn spieren een klein beetje uittrekken. Ook maak ik zijn middel wat kleiner. En ik druk het hieronder bij de nek een klein beetje in. En ik druk op OK. Wat ik met zijn hoofd doe, dat maakt niet uit. Laat ik het gewoon even extreem plat drukken. Als ik op OK druk, omdat die laag daaronder zit. Onder het hoofd, wat wij dus los gekopieerd hebben. Dit is op zich ook wel grappig. Hou ik dit dus gewoon over. Laat ik het origineel nog even zien. Het is al een aardig verschil. Qua uitstraling ben ik hier wel happy mee. Qua finish vind ik dit nog niet geweldig. Dus ik wil dit eigenlijk ook aan gaan passen naar andere kleurtjes. Om dat te doen wil ik natuurlijk allebei de lagen tegelijk behandelen en ik wil dat ook met filters behandelen. Dus ik ga beide lagen samenvoegen naar één slim filter. Ik hou de Ctrl ingedrukt en ik selecteer allebei de lagen. En ik klik er met rechts op en ik zet omzetten in slim object. Je lagen worden nu samengevoegd naar een nieuw slim object. Wil je nog aanpassingen maken, kun je gewoon dubbel klikken op het icoontje. Er wordt een nieuwe afbeelding geopend, de inhoud van jouw slim object. En je kunt nu dingen veranderen. En ben je klaar, klik je gewoon op uh, opslaan hier. Nou, ik heb niks veranderd, dus dat is niet van toepassing. En sluit je hem af, wordt het hier weer toegepast. Ik ga wat dingetjes doen met de kleuren. En dat ga ik doen via de filter gallery. Hierboven bij filter vind je de filter gallery. En het eerste filter wat je wil hebben. Klik even met rechts en zeg in venster. Het eerste filter wat je wil hebben dat is posterranden. En op zich kies je voor een redelijke dikte. De intensiteit die zet ik zelf wat terug. Het is een man met een donkere huidskleur. Dus uh, zet je dat te intensief. Dan valt het allemaal een beetje weg. En eventueel kun je de waardes nog beperken. Houd dat gewoon een beetje aan de lage kant. En je drukt op oké. OK. Ook dit filter wordt toegepast. Het is echter een klein beetje te veel van het goede. Dus ik ga het filter een klein beetje terugschroeven. Dat kun je doen door hiernaast bij het filter op dit icoontje te klikken. En ik typ daarbij de dekking in 75%. Ga ik het tweede filter toepassen? Dat vind je hier wederom in de filtergalerie. En het filter wat ik dan moet hebben, dat is knipsel. En dit bepaalt het aantal niveaus in je tekening. Nou, de rand hoeft niet zo eenvoudig te zijn, dus die zet ik gewoon terug. Maak de rand wel redelijk precies. En het aantal niveaus, dat is gewoon naar eigen smaak toe te passen. En ik klik wederom op OK hierboven. Je ziet het net niet, het valt net buiten beeld. Maar daar staat het. Ook dit filter is weer toegepast. En ik dubbelklik op het icoontje daarnaast om de dekking wat terug te zetten. Zodat de oorspronkelijke foto een klein beetje doorheen komt. En ik ben op zich al vrij ver. Wil ik hieronder in zijn gezicht het nog een klein beetje oplichten. Dus ik maak een aanpassingslaag. Curve. Daarvan zet ik de dekking niet op normaal, maar op lichtsterkte. En ik. Trek de curve gewoon een klein beetje omhoog. En om dit nou alleen in zijn gezicht toe te passen, ik heb naast de curve een masker staan. Dat masker dat draai ik om als ik erop klik met Ctrl-I. En vervolgens pak ik een kwast. Zorg dat wit mijn voorgrondkleur is. Zorg dat ik ook een zachte kwast heb. En ik schilder gewoon even door de onderkant van zijn gezicht. En je ziet, mijn curve wordt dan alleen daar toegepast. En zo komt zijn gezicht er ook iets beter uit. Dan nou, ga ik tot slot nog even terug naar het filter knipsel. Waar ik het aantal niveaus een klein beetje ga verlagen. Want op deze manier vind ik hem iets fraaier uitkomen. En zo eenvoudig maak je dus van een foto een karikatuur. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!